Roken in de tijd van de baas. Steeds meer werkgevers zijn er helemaal klaar mee. Werknemers worden niet alleen ontmoedigd om nog te roken. In sommige gevallen wordt het ze zelfs helemaal verboden. Die discussie, Ilko, werd vandaag weer eens aangezwengeld. En zoals het vaak gebeurt, door een longarts. Ja, Paulien Dekker heet deze mevrouw. En die stond vanochtend groot in het AD met de oproep om het te verbieden. Om nog te roken in de tijd van de baas. Later op de dag... Ja, bracht dat weer een beetje terug. Dus onze collega's van Editie NL zijn even langs geweest om te vragen hoe het nou precies zit. Maar dus op termijn denkt u wel aan een verbod tijdens werktijd? Ja, zoals ooit op termijn een verbod in vliegtuigen, in cafés, etc. Uiteindelijk hoort een middel wat zo dodelijk is, hoort niet in een vliegtuig, niet in een trein, maar ook niet op de werkplek. Ja, terwijl, ik kan me nog herinneren, jongens, dat ken je ook nog wel, Frits. Dat vroeger werd gewoon overal op de werkplek gerookt, toch niet? Absoluut. Ik weet nog dat ik postbode was op zaterdag. En dan moest je om 17:15 als hulpbesteller post roteren. Dan stond je die brieven er allemaal in te doen. En dan had je nog niet echt ontbeten. Dan stond er iemand naast je met een zwaar checkje. En dan had ik echt wow, ik ga bijna... Hè. Duizend. En in de Tweede Kamer vroeger de wandelgang. Het werd gewoon gerookt. Ook in de Kamer zelf? Ja, ja, zeker. En als je naar oude filmpjes kijkt... Bij Politiek 24 zie je af en toe nog van die dingen voorbij komen. Persconferenties, minister die gewoon op een gegeven moment zit te roken. Ik zou één anekdote vertellen, mag nu wel. Johan Remkes, die rookt ook, rookcheck. Was te en, zien. Dat is weer wat anders. Die was vicepremier en toen moest die Balkenende vervangen tijdens een persconferentie. Toen zaten ze nog en halfweg de persconferentie pakte ze een check. En die draaide een check in. Ik zat vooraan en zei... Oh ja, snel weer weg. Toen was dat heel gewoon. Zat er gewoon. Ja, we hebben dan wat beelden. Kijk naar oude films. Kijk, ja, we hebben wat beelden van ook. Van hoe dat vroeger ging. Volgens mij kun je even laten zien. Of hoe je vroeger zag in beeld op televisie dat er overal gerookt werd. Ik zal het deze keer door de vinger zien. Maar de volgende keer gaat u wel op de bon. En die sigaret wordt in beslag genomen. Wat een flauwekul. Heren, er wordt hier niet gerookt. Goedemiddag. Goedemiddag. In de jaren 80 werd er nog om gelachen. Want lange tijd was roken waar je maar wilde heel normaal. Op de werkvloer, in het vliegtuig of in de tv-studio. En ja, dit is echt Johan Derksen. Maar sinds 2002 mag er al niet meer in vliegtuigen worden gerookt. En vanaf 2004 is de sigaret ook permanent gedoofd in de trein en op de werkvloer. In 2008 volgde vervolgens het rookverbod in de horeca. In eerste instantie kwam er nog een uitzondering voor cafés zonder personeel. Maar die uitzondering werd vorig jaar weer teruggedraaid. Kortom, de sigaret brandt steeds minder vaak. Ilko, je ziet ook dat bedrijven daar toch steeds meer mee bezig zijn, hè, met het rookbeleid. Ja, het is wel een trend gaande wat dat betreft. We hebben even een paar voorbeelden opgezocht van bedrijven die dat in ieder geval proberen te ontmoedigen. Zo is dat bijvoorbeeld de gemeente Velsen. Die heeft gezegd, als je al wil roken, dan gaat het echt van je eigen tijd af. Dat is, we rekenen niet meer als werktijd, dus die zul je toch moeten inhalen. Hier zie je ook, het is een half dag bij het roken. Nou ja, het is toch elke keer weer 10 minuutjes en je komt weer terug en je loopt weer heen en weer. En ondertussen kom je weer eens iemand tegen. Er gaat natuurlijk wel heel veel tijd in zitten, alles bij elkaar. En daarom heeft bijvoorbeeld Hunter Douglas gezegd, roken prima, maar dat kost je 3 vakantiedagen. En het Mondriaan College heeft gezegd van we maken het hele schoolterrein en de directe omgeving daarvan rookvrij. Geldt ook voor de leraren, geldt ook voor ondersteunend personeel. Er wordt gewoon op ons hele terrein niet meer gerookt. Het kan altijd sterker. Jeroen Baars is hier, kom erbij. Van het bedrijf Baars Cipro. En u mag raden wat hij doet. Ik dacht eerst een brandweerhelm, maar dat is het niet. U heeft een... Duikbedrijf. Duikbedrijf. En u stelt in uw advertenties dat... Mensen mogen best solliciteren, maar moeten geen roker zijn. En dat valt vol te houden? Dat valt vol te houden, ja. Hoeveel mensen werken bij u? 25 man. Hoeveel daarvan roken? 0. Gaat u eens controleren in het weekend? Nee. Nee? Nee, is onderdeel van de sollicitatieprocedure. Wordt ook op de man af gevraagd. En mensen die dat denken voor zich te moeten houden, vallen vroeg of laat toch door de mand. Ja? Wel eens meegemaakt dat iemand... Een enkele keer. Ja? En die zijn daarna een jaar nemen wij afscheid of ze nemen zelf afscheid. Ja. Want waarom mag je niet roken? Er zijn een aantal redenen, maar een van de belangrijkste is dat een duiker in ons geval kan rustig 3, 4, 5 uur achter elkaar onder water liggen. Die moet dan een behoorlijke spanningsboog hebben om geconcentreerd zijn werk uit te voeren. En niet alleen de duiker, ook de duikploegleider en de reserveduiker, die samen het duikteam vormen. Die moeten gewoon de aandacht erbij kunnen houden. En iemand die na een uur of 3 begint te trillen en denkt ik heb een checkie nodig, dan kunnen we er niet bij hebben. Is dat bij alle duikbedrijven zo? Nee, zeker niet. Nee? Je kunt er ook gewoon een fysieke test, je hebt gewoon sporttesten, fysieke testen doen of iemand gewoon fit is of niet. En dan, of hij dan rookt of niet, als iemand fit is, dan kan hij ook duiken lijkt me. Ja, maar fit is niet het enige criterium. Dat zeg ik, je aandacht erbij houden onder het werk. Dat kun je ook testen, toch? Hoe?
Nou ja, er zal best allerlei testen. Ik denk maar dat ze toch ook bij andere beroepen, politie, brandweer, militairen, die worden ook op allerlei manieren, heel fit zijn, zowel fysiek en geestelijk, op allerlei manieren getest. Ja, nee, zonder meer. Maar ja, wij hebben daar onze manieren voor gevonden om te zorgen dat mensen hun concentratie bijhouden, fit zijn. En een andere reden, vergeet niet dat de initiële kosten om een beroepsduiker operationeel te maken, die zijn enorm, 20.000, 30.000 euro zomaar. En om hem operationeel te houden, door de jaren heen, die kosten zijn ook enorm. Ja. En daar willen we bij zeker het bedrijf, weten wat, ja. Maar ook de individu, gewoon zo lang mogelijk gebruik van maken. Dus u zet in de advertentie, rokers hoeven niet te solliciteren? Nou, we verwoorden het iets vriendelijker, maar de strekking is hetzelfde. Okay. Mag dat? Geen idee. Geen idee. Als werkgever ben ik niet verplicht om iemand in dienst te nemen. Het staat mensen vrij om wel of niet te solliciteren. Er is maar nog geen rechtszaak aangedaan. Dus we gaan meemaken of het überhaupt mag. Oké, okay. Ilko, tot nu toe wel. Mag het? Ja, die vraag heeft ons vandaag natuurlijk wel bezig gehouden, ja, toen we van dit voorbeeld vernamen of het mag of niet. Dus we hebben als redactie even gekeken of we dat uit konden vinden. En we hebben een deskundige gesproken. Laten we even luisteren wat hij zegt. Ik denk toch niet dat je iemand kunt zeggen van jij mag hier nu komen werken omdat je een roker bent. Zolang je maar niet rookt op de werkplek. Op grond van wetgelijke behandeling voor werknemers met een handicap of chronische ziekte, is het verboden om rokers uit te sluiten van een functie. Ja. Ja, mag dus niet. Het mag deze dus niet. Deskundige, nee, in ieder geval. Wat gaat u daarmee doen? Nee, het is mooi als iemand al in dienst is. Hm. Het gaat hier over het in dienst nemen van iemand. Ik kan ook niet tegen iemand zeggen, nou, jij hebt geen B-rijbewijs, dus ik kan jou niet in dienst nemen. Ja. Maar er kan natuurlijk een probleem ontstaan. Iemand rookt niet en door wie werkt bij u dan? U neemt hem aan. En door omstandigheden, kan privé zijn, spanning, noem maar op, gaat hij roken. Wat doet u dan met hem? Dat plan moeten we nog trekken. Dat is nog niet voorgekomen. De praktijk is dat iemand eerder in zijn jeugd of vroeger begint te roken en dat al of niet volhoudt. Iemand op zijn 30ste gaan beginnen met roken is ons gelukkig nog niet overkomen. Ja. Maar dus geef wel een mogelijk knelpunt aan. U heeft er nog niet mee te maken gehad. Was iemand gaat die controleren? Stel, u ziet een medewerker van u, die zit s'avonds, u gaat naar een restaurant toe. Er zit toevallig een medewerker. Nou, in het restaurant mag je niet roken, maar soms heb je een rookruimte. En die steekt na afloop even een sigaartje op. Dan ziet u een medewerker. Wat gaat u doen? Reden voor ontslag? De baas zit je? Nee, ontslaan zal wellicht niet meevallen. Maar zoiets dat komt geheid aan het licht in het eerste jaar. Mm-hmm. In een jaarcontract. En dan wordt het jaarcontract niet verlengd. Iedereen heel fit bij u dus ook? Absoluut. Ja? Ja. Okay. Ilko, ben je fitter als je vooral niet rokers niet hebt? Blijkt me wel, hè? Volgens de cijfers wel. We hebben gekeken, de ARBO heeft daar cijfers over. En dan zie je dat verzuim veel vaker voorkomt onder rokers dan onder niet-rokers. Hier zie je het. Zware rokers die verzuimen het meest, 5,8%. Nou, matige rokers dan iets minder. Ex-rokers, die toch ook nog steeds meer dan mensen die nooit gerookt hebben. Dus als je deze feiten zo ziet, ja, dan kan ik me ook wel iets bij voorstellen dat zo'n duikbedrijf toch heel graag mensen wil die niet roken. Hoe is het ziekteverzuim bij u? Zeer laag. Dat komt niet alleen door het niet roken, maar ook gewoon door het fantastische werk wat we doen. Ja, daar moet je heel fit voor blijven en daar blijf je ook fit van. Ja. Mag je wel drinken trouwens als jullie werken? Je mag zeker drinken. Okay. Ja. Jeroen Baars, dank voor deze toelichting. Graag gedaan.